First Lady Ingrid Boudersen-Waldring heeft vanmorgen namens haar gezin een donatie van 50.000 SRD aan stichting SUEED gedaan. SUEED streeft ernaar om dit jaar via de Giwang Anu campagne 2016 1 miljoen SRD in te zamelen om aan bejaardentehuizen te doneren. De campagne is gestart op 12 december en vandaag is de laatste dag om te doneren. Giovanni Seggen, voorzitter van de stichting SUEED, vreest dat zijn organisatie het streven om 1 miljoen SRD in te zamelen niet zal halen. We hopen ergens rond de 400.000 te eindigen, maar dat hangt er vanaf wat er vandaag nog gebeurt de rest van de dag. Want ook dat zijn we nog niet bij in de buurt. Maar voor ons maakt dat niet uit. Het feit dat er is gedoneerd is voor ons belangrijk, daar zijn we tevreden mee. En wij gaan kijken nadat het definitieve bedrag is vastgesteld, hoe we toch met het bedrag dat we hebben ingezameld, al die tehuizen die we hebben geïdentificeerd kunnen helpen. Sydney Groenberg, penningmeester van SUEED, is tevreden en dankbaar over het bereikte resultaat. Hij kijkt uit naar het project van Voor SUEED 2017. Er zijn mensen die altijd geloof hebben gehad in de organisatie en de manier waarop we werken. Dus je bent altijd tevreden als je een ja krijgt, als je sponsoring vraagt. Zoveel bedrijven die ondersteunen bij de veilingen op de radio, bij alles dat we eigenlijk nodig hebben voor SUEED 2016. Dus je bent wel tevreden. En dan begin je, we zijn dit jaar gestart op 12 december en dan komen de donaties binnen. We willen 1 miljoen SRD. Ik weet nog niet als we het gaan halen. We blijven positief tot 6 uur vanavond. Ergens weet je diep van binnen van, hey, je bent er ver vandaan. Maar als je niet in iets gelooft, begin je er niet aan. We zijn trouwens een heel creatieve organisatie, dus we denken ook al na van, hey, hoe gaan wij met de middelen die we hebben ingezameld, zoveel als mogelijk kunnen doen. Dus je bent altijd tevreden en je bent vooral dankbaar, want zonder Suriname en zonder het bedrijfsleven zouden we niet hier staan en zouden we het niet kunnen doen. Sydney Groenberg, penningmeester van Stichting SUEED. We spraken hem vanmorgen bij Radio 10, waar de gemeenschap tot vanavond 6 uur kon doneren ten behoeve van de Giwang Anu 2016-campagne.